I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair. Ralph Cohen, IJsmobiel. Jij begon eigenlijk met het bedrijf in het jaar 2000, toen echt alles een beetje op schat lag in de mobiele wereld. 2002, inderdaad. Bij de operators werd iedereen ontslagen. Maar ze hadden wel allemaal ontzettend veel geld geïnvesteerd in UMTS-licenties. Dus dat moest wel een poging gedaan worden om dat terug te verdienen. Ja, je begon dus met de 3G. Met welke operator ben je begonnen? We zijn begonnen, denk ik, in Nederland met Vodafone en KPN. Maar goed, dat zijn er inmiddels ruim 50 wereldwijd in alle uithoeken van de wereld. Noem er eens een paar. Vodafone, Telefonica, Orange, T-Mobile, maar ook de operators in Rusland, Turkije, China, Zuid-Amerika. Dus dat is vrij exotisch vaak ook. Over alle hoeken en gaten, iedereen gebruikt jouw dienst. Wat noemen ze een paar diensten die je zo verzonnen hebben, de paardijenkletsers? Een van de nieuwere diensten die we hebben ontwikkeld is Mobile Karaoke. Daar zie je tekst op je scherm, muziek komt uit je speaker, de camera op de telefoon filmt jou en je neemt je eigen videoclip op. En die kan je dan weer delen met anderen en daar wordt weer op gestemd en die kan je weer op YouTube zetten. Dat soort zaken. Iets wat heel erg goed doet is Cartoonme. Dat is ook een website van cartoonme.com. Daar kan je een foto van jezelf insturen. Dit ben ik niet. Het is een collega van mij, Steven. Van die foto wordt dan vervolgens een cartoon gemaakt. Die dienst die draait ook op een heleboel operator portals. En die integreren we bij een heleboel social networks online. Zodat veel mensen dat kunnen gebruiken. En die cartoon, hoe wordt die gemaakt? Die wordt gemaakt door mensen in China. Dus daar is een studio waar mensen met Illustrator die cartoons maken. Met de hand? Wat een schaalbaar model. Ja, er zijn wel veel Chinezen. Er zijn een heleboel Chinezen. Nee, de kwaliteit die we daarmee halen, die haal je nooit als je dat met software doet. We hebben dat ook onderzocht. En dan zie je dat de meeste mensen allemaal zeggen van ja, die wil ik hebben. En dat is dan net die met de hand gemaakt is. Dus daar maken we dan ook gebruik van. Je hebt ook van die filmpjes met à la SP, met je eigen naam erin. Het is eigenlijk begonnen in Engeland toen Tree, grote operator daar, tegen ons zei van we need pub humor. Humor voor 's avonds als je de pub ingaat. En inderdaad ontwikkelen allerlei filmpjes waar je je naam in kan toetsen, waar die naam in dat filmpje terugkomt. Mensen betalen daarvoor om dat te downloaden op hun toestel en dat weer aan anderen te laten zien en door te kunnen bluetoothen, et cetera. Daar gaan er duizenden van. Elke dag worden er gedownload in alle uithoeken van de wereld. En je werkt op basis van shared revenue. Hoe is de verdeling tussen jou en de operators? Ja, het is heel divers. Van 30% in ons nadeel tot en met 30% in ons voordeel. Maar over het algemeen ligt dat een beetje op 50-50 na aftrek van BTW. Hoe is het is nu weer allemaal hot aan het worden. Je hebt de prijzen worden laag, de terminals worden goed. Zie je dat de competitie aan het groeien is? Heel veel start-ups, heel veel venture capital geld in de mobiele wereld. Ja, nou, je ziet dat er een heleboel gebeurt. Wij zitten natuurlijk ontzettend goed binnen bij al die operators. Het is een betrouwbare club. Al jaren werken we met die partijen. Zitten hier met een heel groot team. En blijven continu innovatief. Dus voorlopig hebben we een enorme voorsprong. Ik verwacht ook wel dat we dat voorlopig zo weten te houden. Okay. Is er nog een exciting nieuw dienst die er aankomt binnenkort? Nou, volgende week is het World Economic Forum in Davos. Ik ben daar uitgenodigd om met de belangrijke mensen in de wereld te komen praten. De belangrijke mensen. Je bent vorig jaar ben jij als uitermate innovatief bedrijf gekozen, ja. Van Davos en de 50 Fast 50 van Deloitte. En de ene prijs vlieg je om de andere. Maar je gaat dus nu weer terug naar Davos en dan ontmoet je daar Facebook en MySpace en de Google. Facebook en Google en MySpace. En noem ze allemaal maar op. Microsoft, alle grote bedrijven die iets met het internet doen. Afspraken ook met Yahoo, allemaal van dat soort partijen. Die meetings heb ik omdat we een nieuwe dienst daar wereldkundig gaan maken. Vertel, wat is die nieuwe dienst? Nou, daar ga ik nu nog niet zoveel over vertellen. Maar volgende week kan je dat allemaal. Hoop ik dat je het vanzelf zal lezen. Misschien wel op je eigen blog. Dat zou ik waarderen.